Hallo kids, hier ben ik weer, Jok, met dit keer een gaaf beroep van de maand. Ik sta hier op de Wijnbrug in Dort en heb straks een gesprek beneden met een kinderboekenschrijver, René Kerkhoven, die een boek heeft geschreven over deze plek. Nou, ik ga eens beneden kijken of die er al is hoor, kids. Hallo René. Ik ben Jok van Junior Kids TV en de kids thuis en ik zijn nieuwsgierig naar uw beroep kinderboekenschrijver hoor. Hallo Jok, superleuk dat ik bij je in de uitzending mag zijn als beroep van de maand. Ja, tof hè? Hartstikke leuk. En je hebt vragen? Ja, ik ga al dan nu beginnen te vragen hoor. Hoe lang doet u dit werk als kinderboekenschrijver al? Ik ben begonnen 7 jaar geleden in de zomer van 2010 met mijn eerste kinderboek. En dat heette Tumult op 10 gemeten. Oh jeetje, wel een tof eiland hoor daar. Supermooi eiland, daar kun je prachtig kamperen en allerlei avonturen beleven. Ja, ik ben er ook geweest hoor. En hoe is het gekomen dat u dit werk ging doen? Ja, ik was al eens met mijn kinderen die toen nog klein waren op het eiland wezen logeren in een oude vervallen leegstaande boerderij. En daar maakten we allerlei dingen mee. Er woonde toen niemand op het eiland bijna. En op een zeker moment dacht ik van, het is leuk om hier een verhaal over te gaan schrijven. Ja, en dat verhaal werd groter en langer. En ik liet stukjes lezen aan mensen, die vonden het leuk. En uiteindelijk is dat mijn eerste kinderboek geworden. Nou, zeker tof. Hoeveel kinderboeken heeft u al geschreven? Het zijn inmiddels 4 boekjes geworden. En elk boekje speelt in een ander seizoen. Dus in de zomer, de herfst, de winter en in het najaar. Alle seizoenen dus? Alle seizoenen. Over deze plek heeft u in het boek Deining in Dordrecht geschreven. Waar gaat het verhaal over? Deining in Dordrecht, dat zijn allemaal de avonturen van Luc en Tim. Twee vrienden voor het leven, van 10 en 11 jaar oud. En in Deining in Dordrecht komen ze in aanraking met een paar paardendieven. En oh, die dieven die stelen ook uit zadels van paarden, uit maneges. En uiteindelijk weten ze de diefstallen op te lossen. Dus een spannend boek? Het is een super spannend boek. Ongelooflijk. Dan maar lezen hoor, kids. Is het een Nederlands boek of schrijft u ook voor het buitenland? Een Nederlands boek, maar Deining in Dordrecht is ook in Cuba in het Spaans uitgekomen. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Oh, wat gaaf. Dus daar kunnen de kids dan ook het verhaal lezen, hè? Absoluut, ja. Ligt over het hele eiland. Gaaf hoor. In welke landen kunnen kids daar dan ook uw boeken lezen? Het is in Nederland en op Cuba tot nu toe. Alleen Cuba? Ja, ik ben wel aan het kijken voor andere landen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Dus we moeten maar eens proberen. Misschien komt dat nog wel, hè? Wie weet, ja. Heeft u wel eens iets grappigs of iets spannends meegemaakt? En wat was dat dan? Spannende dingen maak ik vaak mee. Afgelopen winter was ik weer op Cuba, daar reis ik veel rond. En toen ging ik voor het eerst in mijn leven duiken in de zee met iemand. Oh, jeetje. En we gingen heel diep, tot 24 meter. Wauw. En daar zouden misschien ook haaien kunnen zitten. Oh jeetje. Maar ik was blij achteraf dat ze er niet waren. Want het waren stierhaaien geweest. En ik zocht ze later op internet. En die waren toch wel heel gevaarlijk eigenlijk. Dus u heeft ze wel gezien, die haaien? Nee, niet gezien. Ze waren niet thuis die dag. Oh, gelukkig dan maar. Gelukkig hè? Maar. Maar het was toch wel spannend, zo heel diep in het water. Zeker. Heeft u nu misschien ook een kinderboek meegenomen? En mogen de kids thuis en ik er eens even in kijken? Kijk, dit is Deining in Dordrecht. Wauw, dat is het spannende boek, kids. En dit is de Spaanse die op Cuba is uitgekomen. Maar dan een Spaanse tekst. Een Spaanse tekst, ja. Wauw. En die wordt ook hier in Dordrecht wel door Spaanstalige kinderen gelezen. Nou zeg, dat is tof. Superleuk, hè? Zeker weten. En wat is dit een gaaf beroep, zeg. Het is een superleuk beroep. En bedankt René voor het gesprek. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn als beroep van de maand. En jullie kunnen zijn boeken ook gaan lezen hoor. Die jullie in de Biep en in kinderboekenwinkels tegen zullen komen. Doei. Bye bye. Oh, ik zou nog even willen weten René, waar precies dat boek zich heb afgespeeld hier. We zijn er vlakbij, hè? Ja, we zijn langs een van de vele plekjes uit het boek. Het tunneltje onder de Wijnbrug. En daar gaan we straks even kijken samen. Oké. En misschien lees ik een stukje voor dan. Oké. Is dit de plek waar het tafereel in het boek
zich afspeelt, René? Ja, Jok, dit is een heel spannende plek uit het boek. En als je het leuk vindt, zal ik een stukje voorlezen. Oh ja, dat is goed hoor. Ja? Dan gaan we beginnen. Goed, kids. Ja. En de jongens worden achterna gezeten door een heel boze man. Oh, jeetje. Let op. Wegwezen, Luukje, rennen, riep Tim. En ze vlogen weg, verder de groenmarkt op. Ze liepen zich de benen uit hun lijf. Schoten de wijnbrug over, de hoek om, de voorstraat op. Daar was onder het smalste huis van Dordrecht een doorgang naar het water. Dat is hier. Dat is hier. Ze schoten erin en renden onder de zware stalen balken door die het eeuwenoude pandje ondersteunden. Zo belandden ze op de grote appelstijger. Onder de wijnbrug was daar een klein, donker tunneltje, waar we nu zijn. Mooie plek toch? Ja, een geheim plekje waar Luuk en Tim wel eens gingen zitten. Het lag een beetje verscholen tussen de huizen. Ze konden daar uren zitten en soms over allerlei dingen praten die ze meemaakten. En vanaf de voorstraat was het tunneltje niet te zien. Nee, geheime plek. Buiten adem wilden ze net gaan zitten toen ze plotseling zagen dat er al iemand zat. In de hoek op een plat geslagen kartonnen doos zat een zwerver. Ik zie hem hier niet hoor, gelukkig. Nee, hij is nu weg. Dat was in de winter. Oké. Zijn gezicht was verweerd en ongeschoren. De oude man zag er moe uit en had het zichtbaar koud. Mistroostig keek hij de jongens aan. Maar tijd om iets te zeggen kregen ze niet. Ineens verscheen de dierenbeul om de hoek. Oh jeetje, dat is erg. Ja, rood aangelopen moest hij heel even op adem komen, maar al snel zag hij de jongens zitten. Scheldend en tierend kwam die op ze af. Oh jeetje. Luuk en Tim krompen ineen van angst. Er was geen ruimte meer om weg te komen. En toen was het uit. Nou, gelukkig dan maar, hè. Ja. Nou, afgelopen. Bedankt hoor. Jij ook bedankt. Vond je het spannend? Ik vond het zeker spannend. Ik vond het ook superleuk. We gaan het zeker lezen, dit boek hoor. Hey kids. Prima. Doei René. Dag. Dag Jok.